fijn dat we hier terecht kunnen in de bibliotheek. Dat geldt ook voor heel veel andere zaken die met opvoeding en cultuur te maken hebben, dat we hier terecht kunnen. Dat vinden we wel fijn. Helaas is het inderdaad zo dat er niet al te grote belangstelling is voor deze avond. Ik ga even terug naar de oproep, onder meer Rond de Linde. Want in Rond de Linde, ik heb een deel van het artikel uitgeknipt, want daar stond met een kop boven alcohol en opgroeiende kinderen, vraagteken. En nog even niet staat er achter met een uitroepteken. Ja, ik zal maar even een schot voor de boeg geven. Wat mij betreft zou er rustig kunnen staan, dus niet, in plaats van nog even niet. Wat we ook gedacht hebben in onze methodiek van de regio, dat is dat er dan ook straks nog iets bij moet komen, namelijk wat altijd heet handhaving, hè? Dus dat wil zeggen dat de politie daar ook het een en ander mee gaat doen, want de politie is dan het gezicht van handhaving, maar daar zit wel meer achter natuurlijk. En ik heb ook in Rond de Linde al een paar weken geleden gelezen een stukje van informatie van de politie. Ik ga het eens even opzoeken, want dat viel me wel op. Daar staat, wat doet de politie? En daar staat, bij constatering van overmatig alcoholgebruik en bij drugsgebruik treedt de politie op, punt. Jongeren worden opgepakt en thuis bij hun ouders afgeleverd. Zo staat er nou een paar dingen. En ook de politie heeft weer een website, politie.nl, waar je het een en ander op kunt zoeken. Kortom, wij willen meer dan alleen maar een campagne voeren om het een en ander goed voor elkaar te krijgen. En dan ga je de vraag stellen, ja, maar wat is nou eigenlijk het probleem? Hè? Waar maken we ons druk over? Je hoort de ouders en jongeren en anderen, maar ook wel zeggen van, het probleem is helemaal niet zo groot als jullie schilderen, of wij waren vroeger zelf ook zo, het is allemaal goed gekomen. Nou, dat soort opmerkingen. Dus wat we hier over tafel zullen krijgen vanavond, denk ik, kijk die twee dames maar weer aan, die zijn daar goed in, om ons uit te leggen wat dan eigenlijk het probleem wel is. En vervolgens wat, in dit geval de ouders, daar aan kunnen doen. Dus als we dat vanavond rond weten te praten, dan denk ik dat we met elkaar toch een goede avond hebben. Nou, wat cijfers uit recent onderzoek, die zijn blijkt dat de eerste drinkervaring zijn. En nu is wat dat betreft wijkt niet af van regionale cijfers. De regio ligt hoger dan de landelijke cijfers. Hier in de regio wordt meer gedronken dan, en ook jonger dan elders in het land. Nou, de eerste drinkervaring doen kinderen al op tussen 11 en 12 en een half jaar. Koffie. Een heleboel, ja. Nee. Nou, 82% heeft ooit gedronken van de groep 12 tot 17 jaar. Dan kan je nog zeggen van, nou ja, god, een keer een slokje gedronken, dat is allemaal niet zo'n ramp. 28% zegt echter al dat ze wekelijks drinken. De leeftijd van 12 tot 17 jaar. Dus eigenlijk al de leeftijd voordat ze eigenlijk wettelijk mogen drinken, is 28% die wekelijks drinkt. 44% drinkt daarvan alleen in het weekend. Dus daar ligt een piek, dat weten we ook wel met elkaar. Dan gaan ze uit en dan wordt er veel gedronken. 4% zijn excessieve drinkers. Dus die drinken bovenmatig veel. En dat is een norm voor. En ik meen dat die 4 dagen in de week 5 of 6 glazen per keer is. Dus dat is heel flink. En 5% drinkt 20 glazen of meer per keer. Dus je drinkt dat in één keer als ze drinken. En als je die cijfers ziet, dan schrik je daar wel erg van. Het punt is ook dat tolerantie van ouders is gestegen. Men vindt het er niet zo bezwaar tegen als er een glaasje gedronken wordt, wordt ook thuis wat gedronken. Dus dat is ook een punt. Slechte drinken. Nou, hier staan wat, er is een plaatje, er staat ook aangegeven op welke delen van je lichaam dat allemaal effect heeft, zoals visueel gemaakt. Nou, een aantal die zijn heel bekend als je begint met een dubbele tong te praten bijvoorbeeld. Je zicht wordt wat minder stabiel op het been, op je benen, dus de spieren werken niet meer zo goed. Alcohol niet onder de 16, dat is eigenlijk een hele belangrijke. Ik ben preventiewerker bij Novadiq Kentron en ik ben ouderconsulent bij Novadiq Kentron. Dus ik zie heel vaak ouders die met vragen komen rondom het experimenteergedrag van hun kinderen, alcohol en andere drugs.
Als we het hebben over alcohol, zeggen ze, nou, ik heb liever dat hij drinkt dan dat hij cocaïne gebruikt. Of dat hij bloot, of enzovoort, enzovoort. En bij jongeren is er al helemaal geen probleembeleving rondom alcohol. Die zeggen, ik drink wel veel, maar dat doet iedereen. Als we kijken naar mensen die drinken, dan worden de oogzenuwen verdoofd. En dat is natuurlijk behoorlijk risicovol als je met verdovende oogzenuwen in de auto gaat zitten. Alleen het probleem is dat je zelf niet merkt dat die oogzenuwen verdoven. Je reactievermogen vertraagt, maar ook dat merk je niet. En zo zijn er een aantal aspecten wanneer je alcohol drinkt en je komt boven de 3 glazen, dat er een paar dingen achteruit gaan in het menselijk handelen en dat je dat zelf niet in de gaten hebt. Als je niet in de goede stemming bent, raden wij eigenlijk altijd af om middelen te gebruiken. Dat geldt niet alleen voor de andere drugs, maar ook voor alcohol. Want het versterkt de stemming, dus je wordt er dan ook absoluut niet vrolijker van. Hè? Hoeveel mensen zijn er in Nederland die door hun alcoholgebruik in de problemen raken? Noemt u eens wat. Er staan een hele hoge aantallen, staan er ook minder. Waar zou het ongeveer in zitten? In Nederland hebben we ongeveer 1,1 miljoen mensen met een alcoholprobleem. Ja, en van die 1,1 miljoen mensen, daar zijn ongeveer 350.000 mensen die totaal afhankelijk zijn van alcohol. Nee. Leuk zo, tot de volgende. Voor mij staat iemand van Novodic. Vertel even wie je bent en waarom je hier staat. Nou, ik ben Christel, ik ben van Novodic Kentron en ik ben hier vandaag omdat ik uitgenodigd ben door het jongerenwerk Nune om hier in het kader van een alcoholmatigingscampagne met het dronkenmansparcours te komen en dat we alcoholvrije cocktails gaan shaken. Daarom ben ik hier vandaag. Oké, vertel even wat over parcours dan, want ik hoor je heel enthousiast zeggen een parcours. Vertel eens even wat het inhoudt. Nou, we zijn hier vandaag met het dronkenmansparcours. Dat is hier achter je. Het is een parcours met hindernissen. En je hebt een bril, zet je op je hoofd. En met die bril krijg je het gevoel alsof je heel veel gedronken hebt. Dus we proberen aan jongeren via die bril te laten zien. Als je veel gedronken hebt, dan zijn dit de effecten. Ik ben Bjorn Pinsel. Ik werk voor het jongerenwerk in Nune, Brede Welzijnsinstelling. Oké, wat is jouw inbreng, jouw betekenis hier voor de alcoholmiddag? Nou, we hebben jongeren en ouders proberen te werven. We hebben posters uitgedeeld, zijn naar cafés gegaan, we zijn naar basisscholen gegaan, naar het PCN. We hebben hier overal de flyers en posters rondgedeeld. In het straathoekwerk wat we hier in Nune doen, hebben we jongeren ook benaderd en uitgelegd van dat we deze dag hier organiseren. Oké, in de keet langs de Hongerman, wordt daar ook nog iets speciaals georganiseerd of gedaan of opgehangen? Of? Nee, helaas is de accommodatie daar niet zo dat wij hier ook zo'n mooi parcours kunnen uitstippelen. Vandaar dat we ook in samenwerking met de BIEB dit doen en de gemeente Novodic en GGD. We hebben daar wel aandacht aan besteed, gewoon aan jongeren ook duidelijk gemaakt dat we dit organiseren. Er hangt bij ons een poster. Is er een informatiepunt wat het meest aansluit op de jongeren waar ze ook informatie kunnen krijgen, bijvoorbeeld op internet of zo? Nou, ten eerste kun je altijd bij Novodic Kentron, die heeft natuurlijk ook een website. Daar kun je ook informatie vinden over genotmiddelen. En daar hebben wij een speciale link naar DigiDrugs. En dat is een jongere website van Novodic Kentron, waar je alle informatie kan vinden over genotmiddelen. Je kan altijd bij NIGZ. Dat heet volgens mij De Kater Komt Later. Dat is ook een website voor jongeren waar informatie op staat. Je hebt nog een site van Jellinek. Daar vind je ook allerlei informatie over genotmiddelen. Dus ik denk dat dat wel concrete goede sites zijn om informatie te vinden.